Om succesvol te kunnen minderen of stoppen met blowen, is het voor Charlie belangrijk om te begrijpen in welke situatie hij cannabis gebruikt. We noemen deze situaties ook wel risicosituaties. Het helpt Charlie om te bedenken wat risicosituaties zijn voor hem. Hij kan zich dan goed op deze situaties voorbereiden. Risicosituaties kunnen ontstaan vanuit Charlie zelf of vanuit zijn omgeving. Zo kunnen er bepaalde gedachten en gevoelens zijn die ervoor zorgen dat Charlie zin krijgt om te blowen. Charlie krijgt zin om te blowen wanneer hij zich verveelt, wanneer hij zich gespannen voelt en wanneer hij denkt dat hij zonder te blowen niet zal kunnen slapen. Er kunnen ook bepaalde prikkels in de omgeving zijn die ervoor zorgen dat Charlie zin krijgt om te blowen. Zo krijgt Charlie zin om te blowen wanneer hij op een festival is, wanneer hij langs een coffeeshop loopt, met zijn vrienden is waar hij vaak cannabis mee rookt en wanneer hij de geur van wiet ruikt. Het kan lastig zijn om te bedenken wat het gebruik van hash of wiet uitlokt. Charlie houdt daarom elke dag bij of hij heeft gebloot, wat hij toen deed, met wie hij was en hoe hij zich voelde. Op die manier krijgt Charlie meer inzicht in wat risicosituaties zijn voor hem.